Ronald, weet je dat ik de spits met hits ben? Sorry? Dames en heren, vlog 10. Kan je het geloven? Vlog 10. 10. 10. 10. 10. Alweer. Jeetje. Tof man, leuk dat jullie weer kijken naar een splinternieuwe vlog. Ik ga de week even chill beginnen. Het is zondag en er komt gewoon weer genoeg aan deze week. Maar we gaan eerst even genieten van een voetbalwedstrijd. Van het mooiste voetbalteam ever, vind ik dan. Egypte, mijn land. We gaan een wedstrijd spelen vandaag, tenminste hun gaan spelen. Ik ga kijken. Vlag is mee. We hebben er heel veel zin in. Mijn ouders hebben heerlijk voor me gekookt. Lekker chill beginnen, want het wordt weer een knallende. En we gaan die lekker laten zien. Anyway, het wordt een gekke week. You know what the fuck it is. Wat een doelpunt van Egypte, jongens. Wat een show. Moet je eens kijken. Oh, wat een actie. Bam! Kijk eens, jongens. Salades zijn gemaakt. Rijst. Kan niet ontbreken in de Egyptische keuken. Laat dit eens even zien. Oh, wat lekker zeg. Wat lekker. Oké, dan man, we zijn dus aan het eten. Kijk, dit is trouwens mijn neefje Sharif, man. Haal op, man. Het is gewoon de nieuwe banner hier zo, man. K1 ding, hoeveel mensen heb je al knock-out geslagen vorig jaar? 8, man. 8? Hoeveel wedstrijden heb je verloren? Eentje, man. Hey, ik wou dat ik het moet navertellen, man. Maar goed, we gaan nu dus eten. Dit is een Egyptisch gerecht. Dit is het lekkerste. Dit heet boftik. En boftik, dat is eigenlijk kalfsvlees met een soort schnitzelparadijsje, maar dan halal. Het is weer een splinternieuwe vlog. Je weet wat we doen. Splinternieuwe dag. We zijn keihard bezig. Alleen maar aan het rennen. Vandaag al een paar afspraken achter de rug. 4 al. En het is pas 3 uur. Kan je nagaan? We bewegen hard. En ik dacht, we zijn nu lekker aan het vloggen. Ik heb trouwe kijkers. Het begint alleen maar te groeien en te groeien. En we zijn lekker busy. Tijd voor merchandise. Het zou vet zijn om jullie te zien lopen in iets wat ik ook tof vind om te dragen. En ik draag heel veel hoodies zoals je kan zien. Dus ik dacht, ik ga gewoon mijn eigen hoodie maken. Ik heet Yes Air. Laten we er iets van Yes sir van maken. Ik ga jullie een klein beetje laten zien waarmee we bezig zijn. We zijn nu bij de drukkerij. Ik ga jullie even laten zien hoe hard die shit gaat worden. Jullie kunnen een van de eerste zijn die dat gaat dragen, yo. You know what it is. Dit is echt vet om te zien, man. Het proces van hoe jouw hoodie straks gaat worden, die wellicht jij straks aan hebt. Heel vet om te zien. Ik denk hard na, Mike. Je bent er druk mee bezig, hè, Mikey? Yes, zeker. Wordt het vet? Yes sir by Yes Air. En nu zijn we de maten aan het bepalen. Vrijdag kom ik ze ophalen. Ik kan niet wachten om ze in levende lijven te zien. Ik heb het gewoon over shirts en hoodies. Anyway. Mocht jij er nou ook zo eentje willen, dan vertel ik jullie vrijdag, in deze vlog natuurlijk nog, hoe je het kunt bestellen. Goedemorgen mensen, jeetje, wat een ochtendhoofd 3.0, vergeef me voor dat. Ik ga even lekker trainen, je ziet het weer. Ja, je zou bijna denken van, yes, in iedere vlog zien we je trainen. Maar ook dat is mijn leven, we moeten fit blijven deze week weer. 1,5 gek dan. Waarom stop ik? Geen idee, ik loop weer door. En nog! Maar deze week hebben we heel veel te doen. We zijn een schrijverskamp aan het organiseren. Schrijverskamp is dus dat heel veel producers en artiesten bij elkaar komen. En dan gaan we gewoon nieuwe tracks maken. Want ik wil dit jaar toch wel echt even een EP en anders heel veel singles uitbrengen. Yes, man. Oh shit, ik dacht je zag me niet, man. Ik zie je wel. Goedemorgen, man. Hoe leuk vind je dat? Normaal vind ik dat niet zo leuk, omdat ik natuurlijk ook voetbal. En meestal als je met Ralf beter traint, dan moet je er rekening houden dat je 2 weken niet meer kan lopen. Minimaal. Maar vandaag heb ik er wel weer zin in. Want je traint ook gelijk je onderbuik als je je benen traint, toch? Tell hem. Yes, preach. Wel, jongens. Stapje. Stapje. Traag van begrip, maar hij komt er wel. Alright, textbook. Here we go. Rustig zakken. Get low. 1, that's it. That's it. 2, legs for days. Pull up. Skirt. Rustig zakken. That's it. Dames en heren, we zitten in de auto. Het is een nieuwe dag en vandaag gaan we de studio in. Ik besef net eigenlijk dat ik op een of andere manier in mijn afgelopen vlogs amper gerapt heb. Of dat jullie weinig sessies van me hebben gezien. Dus tijd om weer even naar de studio te gaan en jullie gaan een gekke verse van me horen. Oké, dan mensen, we zijn weer de hele gang. Deze mannen komen helemaal, zeg ik het goed, Hellevoetsluis? Naaldwijk, man. Oh, Naaldwijk. Naaldwijk. Ach, lijkt erop. Nee, anyway, dit is DJ Boombastic. Yo, Boombastic. Boombastic. Hoe wil je dat ik het zeg? Sorry, hoe jij het wil zeggen, man. Boom, het is donker. Het is donker, we zijn hier in Zaandam. We gaan een gekke pokoe vandaag tikken. Ja? Ja, man.
Ik heb er zin in, jij? Ik heb er heel veel zin in. Ik heb ook echt een toffe verse gemaakt. Tenminste, ik hoop dat jullie hem tof vinden. Ik ben benieuwd, man. En benieuwd. Wie zit er nog meer op die track? Joyba. Yes. Maar met Kwaste. Inderdaad. En Lange Shark. En Lange Shark. En je boy Yes Air, dus dit wordt super vet. Haal hem in de gaten, zeer binnenkort dus. DJ Boombastic. Oké, dan ik ga die man even mijn verse laten horen. Spannend. Hij is vers, net geschreven. Je weet hoe we doen. Let's go. Ik ben op mijn eiland eigen tori. You only live once, ik zeg nooit sorry. Kom in een CLA, show money. Je kan zakken voor de boy, go go shorty. Alles wat hij wist, dat heb ik. One taker! Taker die hap, hè? Let's go, man. Yes, Air 2017. Ik ben op mijn eiland, eigen tori. You only live once, ik zeg nooit sorry. Kom in de CLA, show money. Je kan zakken voor de boy, go, go, shorty. Zeer binnenkort dus te horen op de plaat van DJ Boombastic. Het is je boy, Yes. Ik heb zojuist heerlijk Thaise eten besteld. Oh, dat ruikt altijd zo goed. En een beetje een bizarre week, maar iedere keer als je denkt, nou, Riedijkse week, dan merk je toch dat je nog heel veel dingen moet doen. Dus ik heb wat bedacht, omdat ik nooit goed ben met agendas en dat soort dingen. Hebben we dus een bord met allemaal bezigheden, dus iedere week werk ik hem bij. Het is inmiddels donderdag en vandaag had ik vooral heel veel afspraken. Klein tegenvallertje, want ik zou vandaag eigenlijk mijn auto ophalen zoals ik in de vorige vlog van vorige week vertelde. Maar toen werd ik gebeld dat er het een en ander nog niet goed besteld was, et cetera, et cetera. Dus het wordt hopelijk volgende week. Moet zeker lukken, dat komt vast en zeker goed. En ik ga straks weer de studio in, dit keer met de homeboy Monsif. Ik ben heel veel studiosessies nu aan het inplannen. Er komt ook een schrijverskamp aan, omdat het tijd wordt voor nieuwe muziek. We zijn in de Sonamo Studios bij één van mijn favoriete producers. Laat me dat voorop stellen. Jullie kennen hem, man. Het is een superster. Ik ga zo naar hem. Maar we zitten eerst ook even hier zo met de homie Wasim van Sonamo. Dit was, ik heb gehoord dat deze man de toekomst is. Shout out naar hem. Oké, dus al je 20% inkomsten komen erbij. Nee, deze man gaat knallen. Shout out naar de nieuwe generatie. Maar en, deze man is een superster. Jee, toch? En dan is hij nu ook nog eens een producer. Hij maakt ook hits voor anderen. Ik heb het over niemand minder dan Monsif. What up? Shout out naar je boy Monsif. Hey, Monsif laat me net iets zien. Ik ga kapot. Helemaal stuk. Nee, ik heb harde video's in Nederland gezien. Jee, toch? Alle video's worden steeds dikker tegenwoordig. Steeds meer HD, whatever. Maar deze man laat me wat zien. Die heeft gewoon zijn eigen fucking tekenfilm gemaakt. Voor zijn nieuwe clip. Ik heb zeg maar deze track heb ik samen geproduceerd met Serrano. Deze poko, of ja, deze track bestaat al anderhalf jaar. Moet je nagaan, anderhalf jaar. We hebben de clip toen opgestuurd naar Bulgarije. Dat zijn die mannen die de clip hebben gemaakt. Yes. Jongens, jullie zouden niet verwachten. Die jongens zeiden tegen ons, 3 maanden gaat het duren voordat de clip klaar is. 3 maanden? 3 maanden, ja. We hebben 3 maanden gewacht. We hebben niks gehoord. 5 maanden later, we krijgen 30 seconden van de dingen te zien van de videoclip. Anderhalf jaar later, de clip is af. Is dit een sicke clip of wat? Wow, wow, wow. Oké, dit is echt mijn wens om ooit zo'n clip te hebben. Maar Monsif is de man die het als eerste gaat doen. Wanneer komt hij eigenlijk uit? Ik probeer zo snel mogelijk voor alle kijkers die het willen zien. En ik hoop binnen 2 maanden of een maandje max. Dus. Oké, maar hier hadden we dus de primeur bij de Yes Air vlog. Wow, we zien inmiddels wallen, maar dat maakt niet uit. Young Money en ik hebben zojuist een dikkere vrij verzonnen. We gaan hem nu even opnemen. Het is diep in de nacht. Kijk hoe ver we zijn gekomen. Je hebt het thuisje van je dromen. Het is inmiddels 4 uur 's nachts. Oké, wij zijn klaar en ik ga jullie een klein preview geven van wat wij gepakt hebben. Monsif. Baby, mommy, my soldier, soldier, soldier. Goedemorgen, lieve mensen. We rijden nu door een tunnel. Super goed licht, maar moet je kijken wat er nu gebeurt. Wow, in een felle zonlicht op mijn face en al. Maar het maakt niet uit. Het is vandaag vrijdagmiddag. We zijn onderweg met de beste tourmanager van Nederland. Johan! Wat? Oh, handen op het stuur. Sorry. Ja, handen op het stuur hou jij. Hey, maar we gaan dus optreden in Lelystad voor kraanwater.
Voor heel veel jongeren in Lelystad, het wordt super gezellig. We hebben al een keer eerder opgetreden voor deze organisatie. Dat was toen in Almere, als ik het goed heb. Ja, klopt. Nu dus in Lelystad. We gaan vol gas en ik neem jullie natuurlijk mee. Ja, boys. Wow, wow, wow. Hoe is het met jullie? SO naar Jester. SO naar Jester, sowieso. SO naar jullie, man. Oké, we gaan zo optreden samen met de dames van Raak. Ja, man. Het publiek heeft er al heel veel zin in. Misschien horen jullie dat. Say oh! Inmiddels zijn we weer thuis. Het was super vet in Lelystad. Echt super toffe kids. Ze gingen allemaal los. Altijd leuk zo'n middagshows voor die jonge kids die helemaal losgaan en ervan genieten. Ik bedoel, vroeger op de basisschool had ik niet zomaar dat er even een artiest kwam optreden. Dus super tof. Nu wordt het tijd om mijn merchandise op te halen. Ik vind het echt super spannend. Ik heb namelijk maar een kleine oplage. Jullie kunnen dus hier zo bestellen. Echt de meest exclusieve Yes Air shirts en hoodies. Ik heb echt een kleine oplage, omdat ik het gewoon exclusief wil houden. En dan zien we verder. Dus we gaan naar Oost, naar de East Side en checken hoe ze geworden zijn. Ik ben echt super benieuwd. Oké, we zijn er dus inmiddels. Ik ben super benieuwd hoe de shirtjes zijn geworden. De homeboy van Team Yes Air, Michael, is er ook bij. Yo. En ben jij benieuwd, Mike? Ja, dit wordt echt gek, huis. Dit wordt echt heel vet. Ja? We hebben het nog niet eens gezien, dus ik ben echt super benieuwd. Ik zeg, verras ons waar. Jij het ook al, Mike, hè? Mike, Mike. Ik ben omringd met Mikes. Oh, ja, ja. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Wacht even. Damn, ze zijn echt sick geworden. Oké, dit zijn dus de witte shirts. Yes, sir, by your boy, Yes Air. Ja man, we hebben ze in het wit dus. En we hebben ook zwarte shirts. Zo zien ze er in het zwart uit. Hey, ik vind ze wel sick, ouwe. Wacht even, en dan hebben we wat hoodies ook nog. Want het is natuurlijk nu nog een beetje koud. Oh shit. Kijk eens hoe sexy, jongens. Ja, maar je kan niet fronten deze dagen, man. Check dit dan. Check dit dan. Besef het dan. Vlogteam, laat je dikke vette memme even zien. En dit is best wel funny, want we gaan zo meteen iets totaal anders doen dan wat jullie van mij gewend zijn. Ik ben namelijk gevraagd om bij Fox Sport tijdens het programma De Eretribune te gast te zijn en te praten over de Afrika Cup. Ik ben echt een Afrika voetbalgek, dus ik ga daar zitten als een soort van Egypte-deskundige / Afrika Cup-deskundige. Maar we kunnen daar natuurlijk niet naartoe als mijn contouren er zo uitzien. Het zijn geen contouren, dit zijn konturen. Dus we zijn bij mijn favoriete kapper, de beste in mijn optiek. Dit is hem, Jordi. Maar ja, die kennen ze inmiddels. Ze kennen je inmiddels allemaal volgens mij. Ja, als ze me nou nog niet kennen, dan gaat het wel heel erg mis. Dan gaat het echt, echt mis. Yo, what's up? We zijn dus bij de NMOL Studios. We gaan zo te gast zijn bij de Eretribune. Ik heb er super veel zin in en ik kwam gelijk een paar gekke fans tegen. Shout-out naar hun. Okay. Nou, we zijn hier dus opgevangen door, opgevangen, wat het ook is, door... Nick. Nick. Hallo. En Nick, wat is het te kanen? Want we hebben een beetje honger, hè? Ja, we hebben vanavond kuften. Kuften? Kuften rinderrakballetjes, gemarineerde kippendijen. Kuften. Ja, sorry. En friet, maar we hebben ook friet. Friet. Wat ruimt er op friet? Laat je linker bij je linkertiet. Nee, is goed. We gaan beginnen. Nee, ik weet het al, joh. Ik ga voor de kuften. Wat willen jullie, jongens? Doe maar ook maar kuften. Oké, dan. Nee, helemaal leuk, man. Ik zweer het je, hier word ik gelukkig van. Een beetje praten over voetbal, voetbal kijken, eten en nog genieten ook. En dat mag je werk noemen. Ik vind het leuk. Nou jongens, we zijn er dus. We hebben in ieder geval genoeg schermen om hier de Afrika Cup te volgen. Ik als Egypte-deskundige, want Egypte gaat hem gewoon keihard pakken. Ga een beetje meepraten en de legendary Ronald is erbij. Ronald, weet je dat ik de spits met hits ben? Sorry? Dat ik de spits met hits ben. Oh, oké, okay, ja, serieus. Dus als je ooit echt trainer gaat worden, wat ik jou echt zie doen binnen nu en twee jaar, dan heb je iemand die, die hits kan maken en kan scoren. Oh, dat is een hele mooie combi, hè? Hoeveel zou je voor me over hebben? Stel dat de club zegt, ja, jij mag Jesser kopen. Hoeveel zou je ervoor over hebben? Half miljoentje. Top, ik stop met rappen, jongens. Ja. Later. Maak een foto, stuur hem op. Ja, of gewoon. Gaan we zo meteen vloggen. We gaan er zo meteen vloggen. We zitten nu in de studio. Het wordt al live uitzending. Het wordt super gezellig hier. En dan hebben we daarna, dan heeft het ontzettend uit om lekker onderuit gezakt. Dat je in één keer denkt van dat er. Ja, ik neem het op van half. Nou, ik zie dat de laatste minuten zijn. Hij komt het gewoon.
Wel, in de eerste 20 minuten dacht ik, PSV is weer eigenlijk hetzelfde wat we, maar hij is er weer uitpakt. Zo jongens, wat een week, wat een show, wat een tv-opnames. Ik vond het te gek hoor. Het begon allemaal een beetje wat rustiger, maar we zijn uiteindelijk toch vol gas gegaan. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vlog 10 alweer. Ik wil de nieuwe volgers bedanken voor het abonneren. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer, duimpje omhoog. En ik blijf jullie alleen maar blessen met dikke, vette vlogs. Een huge shout-out naar jullie. Het is je boy, Yes.